Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb alle jongens al de fles gegeven en alles. Ik zit alleen even te twijfelen, want ik moet eigenlijk nog naar de winkel. Misschien is het verstandig om even te wachten op Niels vanavond, tot we na het eten gaan. Ja, mama moet nog wat spulletjes halen. Ja. Sam die zit lekker eventjes te chillen in zijn loopwagen. En ja, dat dus. En toen was de Bambix bende aangekleed. We gaan nergens heen, maar ik wou ze even omkleden. Ja, even kleedjes aan, hè. En hier ligt de kleinste van de Bambix bende, Witte Pitten. Dat was me weer een kawaii. Nou ja, het is meer een kawaii omdat Jordi niet altijd meewerkt. En dat was nu het geval. Oh, en trouwens dit. Volgend, niet dit weekend, maar het weekend erop ga ik naar de kapper. En dan laat ik het weer knippen. Want ik heb heel veel haaruitval gehad. Van de geboorte van Sam. En dan laat ik het in model knippen. En dan ga ik proberen om het langzamerhand weer lang te laten groeien. Ik ga het proberen. Ik durf niet te beloven dat het lukt, maar ik ga het proberen. Dit is uniek. Jordi die naar Teletubbies kijkt. Wat in de hel, Jordi? Wat ben je aan het doen? Dit ken ik niet van jou. Wat ben je aan het kijken? Ik had de televisie op Zeppelin aangezet voor deze kleine etter. Maar deze kleine etter deed niet luisteren en was vervelend. Heb ik hem maar hierin gezet. Ja, jij deed niet luisteren, hè? Nee. Nee. Ga je nou wel luisteren dan? Ga je wel luisteren nu? Hallo? Nee, ga je niet luisteren? Nou, dan blijf je maar even zitten. En hier is alweer iemand wakker. Voor de mensen die denken dat Jordi altijd zijn zin krijgt. Nee, dat krijgt hij niet. Want nou staat Bing op. Dat is op Zeppelin. En daar is hier iemand niet zo blij mee. Dus die is nou boos. Hij is echt niet blij nou. Maar hij krijgt niet altijd zijn zin hoor. Heel soms laten we hem ook echt in zijn eigen soep gaan koken. Maar ik heb nu fruit gemaakt. Dus ik ga even zijn pam-pam doen. En dan krijgt hij fruit. En dan krijgt hij wel het filmpje die hij wil zien. Want ja, hij moet toch kauwen bij zijn fruit. Ik heb er namelijk een harde koekje in zitten. Ja, kom je met mama mee? Gaan we een fruitje eten? Ik kan niet de hele hoek filmen, maar... voilà, de keuken is ingeroute pestbende. Was opgeruimd. Maar ja, dat krijg je ervan, hè? Nou. Mama doet het nu zo, hè? Happen. Normaal krijgt Liam ook los fruit. Maar daar heb ik nu voor gekozen om het niet te doen. Want ik vind dat hij de laatste tijd slechter eet. En zo eet hij goed. Dus, zo doe ik fruit geven nu. Jordi, Liam, Sam. Alles opgegeten. Stelletje hongernekken. Echt alles, 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 alles. De kinderen liggen in hun bed. Sam, die ligt in de box, die is wel al wakker. Ik ga zo even eten. En dan even niks doen. Want ook dat heb ik af en toe nodig. Nou, ik neem gewoon echt pauze als hun op bed liggen. Ik doe wel dingetjes hoor, want daar ga ik even vaatwassen op mijn gemakje uitruimen. Maar ja, ik kan niet alles tegelijk, natuurlijk. Dus ik, ik ga heel eventjes relaxen. Iemand heeft geweigerd om te slapen. En die hangt continu nu om mij heen. Als ik naar de keuken loop, gaat hij naar de keuken.
Als ook een aap kan vlooien, dan doet hij mee, denk ik. Ben je nou aan het doen, Jordi? Ja, jij bent moe, daar kan ik niks aan doen. Hij wil ook geen bril op. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Je bent moe, hè? Had je moeten gaan slapen? Oh, echt. Als hij moe is, jongen, dan is hij echt zo'n blij ei. Oh ja, en hij heeft me gebeten. Maar ja, hè. Ben je aan het doen? Ben je aan het doen? Hop, daar komt hij weer. Het bijten, dat heeft hij per ongeluk gedaan. Dat deed hij niet expres. Dat deed hij omdat hij heel ontspannen was. Ja. Oh, die mama knuffelen. Dat is lief van jou. Ik heb Jordi toch maar even weer in bed gelegd. Liam weer naar beneden gehaald, want Liam is wakker. En die ga ik zo drinken geven en iets te snacken. Oh, ik ben kapot. Ben jij alweer wakker? Ben jij alweer wakker? Ik weet dat papa niet goed vindt dat jij het tut in mag, maar daar heb ik op dit moment even schijt aan. Ja, dat is een pakketje. Jordi, zijn joggingbroeken die worden een beetje klein. Het lijkt al alsof het kind ineens in een groeispurt is. Dus ik heb twee nieuwe joggingbroeken en een t-shirt voor hem besteld. T-shirt met lange mouwen. Dus dan heeft hij die alvast weer. Nou, ik heb het geschreeuw weer gehad. Ik heb Niels bericht gestuurd. Jij komt om 4:15 thuis. Ben jij niet thuis, dan ben ik pleiten. Want ik had op een gegeven moment had ik... Liam, nee! In ieder geval, Sam die was aan het schreeuwen. Nou, die heb ik uiteindelijk in slaap gekregen, maar die is alweer wakker. Maar die ligt nou lekker rustig in zijn bed, in de box. Jordi heb ik nog aan het schreeuwen gehad. Die ligt nu weer te slapen. Liam die is een beetje vervelend. Oh, Mandy, haar is gedaan. Ja, dat klopt. We gaan op pad. We moeten er een keer tussenuit, hè? Nee, ik moet nog naar de winkel toe. En toen zeiden Niels en ik tegen elkaar... Goh, laten we dat allemaal mooi met z'n vijven doen. Dus we gaan met z'n vijven. Dus we gaan even naar de winkel om een paar kleine dingetjes halen. En dan weer naar huis. Wij waren eventjes bij de Action geweest. En mama is weer overstag gegaan, hè? Of niet, papa? Ja, dat was al snel geregeld. Ja. Liam, want... moest maar een keer te glimlachen. Ik heb Peppa Pig gekocht. Oh, Peppa Pig. Is jouw knuffel, hè? Ja. Ja, 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 ja. Een hele goede morgen. Hey, zit jij broodje te eten? Word je toch weer verwend, hè? Heel dag vreten, ja. Ja, heel de dag. Maar beter gewoon heel de dag vreten. Als dat die... als dat die honger lijdt. Hé, hey, jongen? Hoe is hij? Nee? Ze hebben allemaal al gegeten. Behalve papa en mama. En... we gaan vandaag doen, Niels. Ja, we zouden iets leuks gaan doen. We weten alleen nog niet wat. Wij hebben eventjes voor Liam de tv aangezet. Of in ieder geval, hij stond al aan, maar even een kinderprogramma. Niels, en wat doe jij met een tv-programma waar je een hekel aan hebt? Hm?
Ik heb er geen hekel aan. Dat mensen met inspreken van deze teksten, hè, van kinderprogramma's, hè, dat die dan niet zelf in de lach schieten of zo. Hè. Waar is het poesje nou? En dat wij er allemaal als kinderen gewoon allemaal naar kijken ook. Hè, en dat we dat ook leuk vinden. Zoals de kindertje al vertelde gisteren, in deze vlog dus, had ik bij de HEMA joggingbroeken besteld voor die. En ik zal ze maar even laten zien. Want ja, hè, het is toch een soort van shopvlog. Ik had deze joggingbroek besteld. Nee, wegwezen. Hier. En ik had deze joggingbroek besteld. En Liam die is me nou aan het vervelen. En een papiertje. Dat deze besteld, dat is een shirtje. Ik hou er wel van, gewoon even shirtjes en dan. En ik had ook voor mezelf iets besteld, want ja, hè, soms heb je zelf ook nog wel eens iets nodig. Ja. En in dit geval miste ik een hempie. En die heb ik nou klaar. Dat was wat ik besteld had. Niet heel bijzonders, maar ja. Dat dus. Geef mij dat papier nou eens terug. Nee, hier geven. Mama geven. Hallo. Ik vraag iets. Geef eens even terug. Nee, de doos mag je niet hebben. Ik wil dat je hem teruggeeft. Papa, zou jij deze eventjes willen afpakken? Papa geven. En dan doet hij het wel, hè? Die zou je klikken. Nee. Dus, ik ga even fruit maken voor deze ratten. Ja, dat ga ik doen. Ik ben eiermuffins aan het maken. Ik zal even laten zien wat ik nou precies allemaal een beetje gedaan heb. Ik heb zo'n baktray. En daar zit in champignon, tomaat, een klein beetje ui, kasselrib en kaas. Dat is gewoon wat ik in mijn koelkast had. En ik had nog genoeg eieren. Hier heb ik aromat en peper in gedaan en een beetje geklutst. En de bakvorm heb ik natuurlijk ingevet. En ik tel ongeveer 1 ei per bakje. En dan schenk je gewoon. Dat is te veel. Maar gelukkig loopt die over. In ieder geval zo vol moeten ze ongeveer zijn. Maar het is niet erg als het te veel is, want wat je gewoon kan doen, en je kan het ook natuurlijk een beetje overscheppen. Zo, dan zit hij ook vol genoeg. Hier deze terug. Dit gaat ongeveer voor 25 minuten in de oven van ongeveer 180 graden. En dan gaan we kijken wat het geworden is. En toen waren ze klaar. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ik heb ook een paar zonder tomaat gedaan. Die zijn voor Jordi. Is het lekker? Voor mij wel, hè? Je zit lekker te eten. Wel, hè? Ja, lekker happen, hè? Mmm. Ja. Ja, die ongeluk hoeven we niet te zien. Alle kindjes liggen te slapen.
Moet opnieuw. Ik zit maar te slapen. En kijk je niet. Nee, volgende week naar de kapper. Dat is toch echt erg, joh. Hier heb ik gewoon een halve plukken hangen omdat het allemaal uitgevallen is. Niet normaal meer. Morgen weer, of zaterdag weer een modelletje. Ja. Maar wel zo geknipt dat ik het lang kan laten groeien. Mm-hmm. Maar we hebben nergens zin in, hè? Nee, we gaan even uitrusten. Zodat we daar veel energie hebben om met de jongens op pad te gaan. Wat gaan we doen? In de speeltuin of zo. Ja. Maar het is hier nog steeds een puinbende. Dus als je iets ziet van de puinbende, excuses daarvoor. Maar ja. Soms heb je gewoon dagen dat je er geen zin in hebt. Niels, je bent vervelend. Mijn vrouwtje. En toen was iedereen weer wakker. Ik ben ook even mijn nest ingekropen. Want... Nee. Hallo. Mankeer je iets aan je oren? Mama en papa hebben jou oren gegeven hoor. Gratis en voor niks. Kun je ook die gebruiken alsjeblieft, dankjewel. We wilden eigenlijk naar de speeltuin gaan. En toen zei ik in één keer, hé, er is ook kermis in Den Bosch, hè? Wist je dat? En toen zei Niels. Ja, bij de Brabantal. Dus we gaan naar de kermis, kijken hoe en wat. We hebben voor Jordi hebben we oorbeschermers. Vanwege het geluid. Als de prikkels te veel worden. Dus wanneer de prikkels te veel zijn, dan zetten we die op. Dit doen we ook altijd met de carnaval. En tot nu toe werkt dat best goed, maar het is alweer even geleden dat we carnaval gevierd hebben. Hè? Dat is alweer twee keer geleden. Ze zijn al 2 jaar geen carnaval aan het vieren. Dus ja, in ieder geval. Bosse kleuren. En daarvoor hebben we eigenlijk niet echt iets gedaan. Toen was het met Liam. Nee, toen Liam is 2 dagen voor de corona geboren. Ja, maar toen kon je en toen ook was ik hoogzwanger. Ja, dat bedoel ik. Dus toen zei ik van nee, dat gaat niet. En een week, nou hij is op de carnavalsdinsdag toen geboren. Mm-hmm. Dus ja, dat dus. Dus we hebben nu 2 jaar geen carnaval gehad. En de jaar ervoor. Toen waren we met Jordi naar het ziekenhuis. Ja, maar toen hebben mijn ouders wel een nachtje opgepast. Ja, die zaterdag of zo hebben we carnaval gevierd toen alleen. Nou, we zijn toen wel carnaval gaan vieren. Ja, met de carnavals maandag of zo, toen moesten we naar het ziekenhuis. Nou, in ieder geval, hoe je het ook bent of keert, het is 2 jaar geleden dat we überhaupt in de kroeg gestaan hebben. Ja, zeker. Oké, nou, hier zijn we op de kermis. En ja, je ziet nou allemaal attracties. Het was bij de Brabant Hallen. En daar kon je je auto parkeren. Hier zijn we een beetje aan het rondlopen, aan het kijken. Liam met zijn benen aan het wapperen. Joepie, de poepie. En toen kwamen we bij de kop van Jut, of hoe je het ook noemt. In ieder geval, Niels deed een poging om heel goed erop te slaan. Straks hebben we daar nog een leuk verhaaltje over. Later in deze vlog. En ja, hij deed het niet super goed, maar ja, hè. Als hij me super goed is in andere dingen, zoals de kinderen opvoeden natuurlijk, daar is hij prima in. Maar ja, in ieder geval had een cadeautje uitgezocht. Die geeft hij nu aan Liam, zoals je ziet. En Liam was er hartstikke blij mee. Nou, daar hebben we straks nog eventjes een verhaaltje over. Want je moet eigenlijk heel goed kijken. Maar dat later. En hier zat ik met Liam op de politiemotor. Want Niels mocht er niet op, want je mocht er pas op vanaf de 70 kilo. Of tot de 70 kilo. En ja, toen was mama aan de beurt. En dit kon Niels wel met Liam doen. Eentjes pakken, toch een leuke ervaring voor het kind. Alhoewel hij er eigenlijk gewoon de ballen niks van aan vond. Maar ja, in ieder geval, hè, prima. We hebben het gedaan met hem en hij heeft een leuk prijsje gewonnen, want er was altijd prijs, zoals meestal wel eens op de kermis natuurlijk met zoiets. Maar ja, hè, we doen het gewoon met hem, omdat we het ook leuk vonden. Je dacht hij dat hij een gat erin kon doen.
En Jordi en Liam zijn ook nog even met papa in de draaimolen geweest. Jippie, daar gaan ze. Jippie. Nou. En wat hadden ze lol. Hier moesten we even wat drinken. Want de kleinste die had dorst. Dus die moest ook eventjes wat eten. En nu gaan we weer lekker rondlopen. Jordi die vond het hartstikke leuk om ook rond te kijken naar alle lichtjes. We hebben de koptelefoon niet nodig gehad. Dus daar waren we heel erg blij mee. En toen waren we weer onderweg naar huis. Een paar minuutjes zijn we thuis. Hij had al de vierde etappe. Is leuk? Ja, ik vond het leuk. Mooi. We hebben Liam ook een auto. Die hadden jullie niet gezien op de film. Wel, die hebben we wel. En dan gaan we lekker naar huis. Gaan we kijken hoe... Dat is voor mama een dobbelsteen. Ja, maar daar gaan we straks even een storytime over doen. Storytime. Jullie zagen straks Niels... hoe heet dat ding? Een poging tot... Kop van Jut. Hoe heet dat? Weet ik, ja. In ieder geval, hij mocht een cadeautje uitzoeken. Dus hij dacht bij zijn eigen... Oh, dat is wel een leuk cadeautje voor Liam. Ik weet niet, maar dit is niet echt een cadeautje voor Lia. Het was een seksdobbelsteen. Dus wij zitten een ijsje te eten en op een gegeven moment ziet Mandy dat. Ik zeg, is het serieus? Heb je dit echt voor Liam uitgekozen? Ja, zegt hij, dit is toch leuk? Ik zeg, nou, ik weet niet wat jij hier leuk aan vindt. Dus. Liam vond hem wel leuk. Liam vond hem wel leuk, ja. Maar ja. Dat betekent dus dat, ja. Dat we eigenlijk een andere bestemming voor moeten zoeken. Oh mijn god, Niels. Dat je dat echt niet zo snel kon zien. Ik heb niet eens gekeken. Nee, hij zag een dobbelsteen. Hij dacht bij zijn eigen, dat is leuk voor Liam. Ja. Maar dat heeft hij dus op de kermis gewonnen. Mm-hmm. Yippie. Goedemorgen. Wat heb je daar? Waarom is er een andere op YouTube te zetten? Denk je dat dit een andere gezin er niet voor komt? Denk je dat dit een andere gezin er niet voor komt? We moeten hem dadelijk gewoon, als hij niet kijkt, moeten we hem verstoppelen. Ja. Maar nou, lukt dat ook niet? Kijk maar. Ik denk dat elk kind wel ooit eens een keer iets heeft gehad qua speelgoed. Dat niet de bedoeling was. Ja, deze. Ja, als je YouTube trouwens wel mensen. Kinderen die met de deel er aangekomen van de moeder. Precies. Dus dan is dit echt nog niet zo heel erg hoor. La. Hier papa. Ja, hij is nou verstoppeld. Nou kun je hem niet meer vinden. Ik heb hem bij papa, heb ik hem op. Waar is hij nou? Die had hij gezien, heb. Nee. Kom eens hier. Dat doet hij echt expres wat hij nou doet, hoor. Ja. Dat is een broertje. Ik zou Boomba zo graag een keertje willen ontmoeten. Jullie ook? Boomba. Nee, ik kan. Jordi. Liam, die had vanochtend gepoept. Maar die geur hangt nog in zijn onderbroek. Dus Liam, moet je daar eens gaan spelen? Nee? Moet je daar eens gaan spelen? Waar is Peppa de Beek?
je auto. Zou dat het zijn dat we horen bij Barry? Zijn lijken dat grond? Barry, heb je honger? Oh, wat een lekkere aroma. Wat eten we vandaag? Nou, dat is heel simpel. Met groentjes, sugar snaps, broccoli, champignonnetjes zitten ertussen, wortel en teriyaki saus, oftewel deze. En noedels. Dat is wat we eten. En Sam die heeft net al gegeten en die krijgt nu de fles. En ik ga even kijken en wachten totdat het klaar is. En dan kunnen wij ook eten. En dan is hier iemand niet blij met mij. Nee. Je bent niet blij met je moeder, hè? Hij heeft namelijk straf, want hij luistert niet. En wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Lekker drillpuddingje. Ja, ja, ja. Hallo. Papa die doet Sammy de fles geven. We hebben al iemand in bed gedonderd. Slaapt al denk ik. Weet ik niet. Jordi slaapt nog niet in ieder geval. Je bent moe, hè? Zit je lekker bij mama, Jordi? Jordi? Oh, hij wil één ding. Wil je klappen? Wil je klappen? Klap, 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 klap. Nee, hè? Klap is in de handjes. Play, play, play. Op Jordi. Sam wordt er wakker van. Allebei. Pommetje! Yeah! Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in de... Niet tegenhouden. Zij! Zo, vaart onze Jordi voorbij. Nog één keer. Nog één keer. Laatste keer, dan zijn we klaar, hè? Klap eens in de handjes, play, play, play. Op Jordi zijn... Pommetje! Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in Jordi zijn... Niet tegenhouden. Zij... Jordi voorbij. Ei, 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 ei. En wat ga je morgen doen, Jordi? Wacht even. Want nu zijn we klaar. Wij zijn klaar. Goed gedaan. Nee. Jij weet het. Nee, want we zijn klaar. Nee. Wat gaan we morgen doen, Jordi? Hij is nog niet blij. Morgen gaat papa jou naar school brengen. Hij wil naar schooltje toe. Nee. Juffrouw Sandra, hè? Ja, juffrouw Sandra. Papa had het goed, hè? Juffrouw Sandra is jouw juffrouw, hè? Alleen, nou mag je niet bij de kippetjes gaan kijken. Niet? Bij juffrouw Sandra thuis. Oh ja, nee, dat mag niet. Dat mag alleen het einde van het schooljaar. Ja. Wij gaan deze ups en dan afsluiten. We gaan nog even opruimen en dan gaan we ook weer ons nest in. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.